NTR. Goedenavond en welkom bij College Tour. Hij is pas 36 jaar, wereldberoemd. Hij reist van Vegas naar Ibiza en weer terug via bijvoorbeeld Madison Square Garden naar New York. 5 keren al gekozen tot de beste DJ ter wereld door DJ Magazine. En het zakenblad Forbes rekende uit dat hij alleen al vorig jaar $17 miljoen heeft verdiend. Niet slecht voor een student uit deze stad. Rechten studeerde die hier, want we zijn in de Pieterskerk in Leiden. Samen met 500 studenten interview ik Armin van Buuren. Hoe ver moest je lopen om hier te komen? Ik ben op de fiets. Echt waar? Ja, het gebeurt niet vaak dat ik op de fiets naar mijn werk kan. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. Je kent deze kerk niet alleen omdat je in deze stad in Leiden woont, maar je was hier als student. Wat heb je hier gedaan? Ik heb bij die paal daar ongeveer 14 jaar geleden tentamen rechtsgeschiedenis gedaan. Echt waar? Ja, dat is bizar. En dan zit je nu hier 14 jaar later. Dat is echt ongelooflijk. Wat was je voor een student? Eerste jaar heb ik mijn studiepunten niet gehaald, zeg ik heel eerlijk. Ik heb zelfs ook nog op een blauwe maandag informatica geprobeerd. Maar ik was toen eigenlijk al zwaar met productie bezig en al met de studio en dingen aan het maken. En op een gegeven moment ontdekte ik wel hoe het spelletje werkte. Namelijk, ik studeerde elke dag van 9 tot 1, dat weet ik nog heel goed, ook op zondag. En dan om 1 uur was ik vrij. En ik wilde zo graag de studio ingaan, dat ik dus tussen 9 en 1... gewoon heel goed studeerde. Oké, nu mag ik weer de studio in. Dus eigenlijk was die combinatie heel goed voor mij. Maar ik bedoel ook meer in de categorie seks, drugs en rock'n'roll. Wat gebeurt er op dat vlak? Ik ben een tijdje lid geweest van Augustinus. Hier op Drapenburg. Dat is me niet helemaal goed bevallen. Ik had gelezen, maar misschien klopt dat niet, dat je afgewezen bent een keer bij Augustinus als DJ. Klopt niet? Nee, ik heb wel een keer, toen ik op een vrijdagavond iets te diep ging draaien, kwamen er studenten naar me toe of ik niet Relight My Fire wilde draaien. En daar had ik toch zelf een beetje bezwaar tegen. Dus nee, ik ben niet afgewezen. Sterker nog, ik heb een tijdje bij Disco Prino gedraaid. Ja. Maar ik kwam uiteindelijk terecht in de Nexus, ook hier vlakbij. Nou, dat is een heel klein discotheekje. En daar hadden ze op dinsdagavond altijd een studentenavond. En daar kwam ik binnen en de discjockey die daar draaide een plaat van mij. Dus ik raakte met hem aan de praat. Ik zei, joh, het zou mijn droom zijn om hier te mogen draaien. Moet je je voorstellen, hè? Een club waar 50, 60 man in kan. En daar heb ik eigenlijk de basis van het DJ'en geleerd, onbewust. Omdat ik, je staat daar te draaien, niemand is in mij geïnteresseerd. Iedereen komt daar voor de seks, drugs en rock'n'roll. Er staan heel veel studenten. Ja, en dan draaide ik ook wel eens op de donderdagavond, als het niet zo druk was. Nou, dan kwamen er 4 dronken mannen binnen en 2 dronken vrouwen. En die wilden alleen maar met elkaar een soort dans doen op de vloer. En dan moet ik dan, en wat ik toen geleerd heb, is eigenlijk de basis van het DJ'en. Omdat, het gaat er eigenlijk om, ik moet die 6 mensen moet ik vermaken. Want anders wordt mijn baas, Ron, waar ik nu nog contact mee heb trouwens, die wil graag drank verkopen. Dus ik moet ervoor zorgen dat die mensen gaan dansen. Maar wat wel is de truc? Wat doe je dan? Nou ja, de basistruc is natuurlijk altijd dat de vrouwen moeten blijven. Als de vrouwen weglopen, ben je de mannen ook kwijt. Ja, zo werkt het gewoon. Oké. Dus, en die willen weer Relight My Fire horen. Die worden Relight My Fire. Maar Relight My Fire, die staat wel op een strak tempo. Dus die kun je mixen met een keiharde technoplaat. Dus zo deed ik dat. We hebben gesproken met iemand die jou heel goed kent. Ook uit deze stad komt. Een oude vriend van je. Hier komt hij. Yes. In 1992 ben ik bij Armin in de klas gekomen. En we zaten naast elkaar in de klas. Zeg maar, als je categorieën mag doen op school, dan zat ik wel een beetje richting de kakkerskant en hij zat bij de nerd. Echt, Armin was gewoon echt een nerd. Hij zegt zelf ook, dan mag ik het ook zeggen. Ik was verliefd op alle meisjes. Echt alle meisjes. Ook meisje dat hem aandacht schonk, dat vond hij helemaal te gek. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Je had op Radio 3FM had je de Breakfast Club. En dan kon je elke week een jingle insturen. Dus daar hebben we meegedaan. Dus daar deed ik allemaal imitaties van bekende Nederlanders. Hij maakte een muziekje erop en daar maakten we een jingle van.
En toen wonnen we. Ik weet het precies, we zaten allebei met een oortje zaten we in de klas en mochten we niet naar de radiolijst. Ja, ja, we hebben gewonnen. Moest mijn leraar natuurlijk meteen eruit. Armin is intelligent, nuchter, niet met zijn hoofd boven het maaiveld. Echt een leienaar, gewoon nuchter. Weet je, geen Afrojack met Ferraris en dingen. Armin is gewoon een doodnormale jongen die je gewoon, als je hem tegenkomt bij de bakker, zou je niet eens herkennen dat Armin van Buuren is. We zijn in Oostenrijk, ik ga naar de wc toe, ik kom terug en ik ben mijn bandje verloren. Dus ik kom het podium niet meer op. En die beveiligingsman zegt tegen mij, je komt het podium niet meer op. En Armin die zegt, nee maar hij mag wel, hij heeft geen bandje om, zegt die man. En op dat moment zegt Armin van, sorry, hij gaat nu het podium op, nee, ga niet door. Vervolgens stapt Armin in een auto en zegt, nou dat treed ik niet op, ga het maar zeggen tegen die mensen. Terwijl ik 2 minuten voor de jongen moet. En hij stapt zo in die auto en nou, toen werd de productie natuurlijk helemaal gek, dus die heeft die uitsmijter weggestuurd en toen mocht ik het podium op. Dat geeft ongeveer aan hoe Armin is. Armin heeft nog nooit een set hetzelfde gespeeld. In al die jaren dat hij op het podium staat, heeft hij nog nooit één dezelfde set gespeeld. Hij voelt dat aan, nee, moet nu dat nummer, moet dat nummer, moet dat. Hij heeft nooit een andere set gedraaid en dat vind ik vakmanschap. Armin was heel introvert vroeger, dus dat hij uiteindelijk zo extrovert is geworden dat hij voor 1000 man staat of 10.000 mensen staat te draaien. Dat vind ik wel een dingetje. Dat heeft hij wel kennelijk aangeleerd. Maar ik denk dat Armin het gelukkigst is achter zijn studiotafel. Ik denk stiekem dat hij dat nog mooier vindt dan het optreden. Jochem Meijer, heeft hij gelijk? Ja. De kracht van het creëren is fantastisch. Je maakt iets wat er nog niet was. En dan draai je dat en je ziet mensen daarop losgaan. Dat is denk ik de grootste kick die je kan krijgen. Ik hoorde net Rapper's Delight. Ja. Dat deden jullie. Ben je tekstvast? Ken je de tekst nog van het nummer? Ja. Laat eens horen. Oh jee. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Me, the crew and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I'd like to say hello. Around red and around the purple and yellow. But first I gotta bang bang. Nou, enzovoort. Want dit is waar het om gaat, hè? Dat je een nummer wat je hoort 20 jaar later nog steeds, dat iemand in de wereld dat nummer boom uit zijn kop kent. Dat is toch de kick? Ja, dat is echt te geil. Is het verslavend? Ja, heel erg. Ja, ik heb er ook boeken over gelezen, omdat ik er best wel een beetje moeite mee had op een gegeven moment. Want ik begreep het niet meer helemaal. Want ik voelde me ook wel eens ongelukkig als ik dan maandagochtend de studio weer in moest. Ik was gewoon helemaal leeg, helemaal op en moe en zagrijnig, ook tegen mijn vrouw dan, weet je wel, die dat juist niet verdient. Mm-hmm. En ik begreep het niet helemaal meer. Dus ik ben gaan lezen, een aantal boeken kan je echt Daniel Kahneman aanraden. Zullen we het even uitleggen? Daniel Kahneman is een Israëlische psycholoog. Hij woont in Amerika, Nobelprijswinnaar, 2002 heeft hij de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Waarom vind je zijn werk fascinerend, zijn boeken? Nou, het is een theorie. Hij heeft een theorie ontwikkeld en die heeft hij een aantal onderzoeken naar gedaan. En hij heeft eigenlijk, het is een hele ingewikkelde theorie, maar om het heel simpel te zeggen, hij zegt eigenlijk dat het brein bestaat uit 2 systemen. Dus we hebben hem hier. Luister even mee. We hebben een hele korte uitspraak uit een interview met hem. Daniel Kahneman. We don't know our own minds. We think, each of us, that we're much more rational than we are. And we think that we make our decisions because we have good reasons to make them. Even when it's the other way around. We believe in the reasons because we've already made the decision. Waarom heeft hij jou geholpen in de verslaving als het gaat om roem? En de dip die je krijgt na een optreden? Wat heeft hij dan betekend? Nou, ik ben iets meer gaan begrijpen hoe dat werkt. Ik denk dat er gewoon een stof vrijkomt in je hoofd. Er is een ander boek van een Ierse professor. Die heet het winnaarseffect. Ian Robertson. En die beschrijft ook dat de kick die je krijgt als je bijvoorbeeld als voetballer op het veld staat, of als je als discjockey zoveel mensen voor je ziet, dan komt er gewoon een stof vrij in je hoofd. En dat staat gelijk, zegt hij in zijn boek, dat kan gelijk staan aan een shot cocaïne. Nou heb ik nog nooit cocaïne gebruikt, maar die rush, nee. Nooit nieuwsgierig geweest en gedacht van, ik zeg het tegen niemand, maar ik probeer het wel een keer. Nee, je mag mijn haren testen, dat schijnt aan te kunnen zien. Nee, ik heb dat, nee, het is er gewoon nog nooit van gekomen. Ik ben ook niet heel anti-drugs of zo, maar ik ben daar niet mee bezig. Ja. En ik heb dus wel dat boek gelezen en daardoor begreep ik ook van, oh, daarom voel ik me zo moe. Het is dus ook meer emotioneel uitgeput. En ja, je bent op zoek naar die kick, naar die rush. Ik denk dat heel veel artiesten dat hebben, maar
Ik vind zelf dat dat... ik zou er bijvoorbeeld ook tijdens Amsterdam Dance Event, een grote beurs, zou ik er wel eens een panel over willen hebben. Om met DJ's een keer over die kant van het hele gebeuren te praten. Want het is nogal heftig. Je ziet nu in de dance-industrie, het is nu echt een volwassen industrie aan het worden. Zeker in Amerika, die zich echt kan meten met de pop-industrie van de jaren 80. Zie je hele jonge gasties, echt 17, 18, 19 jaar, die als een komeet omhoog schieten. Ouders die totaal in paniek raken, want die kinderen die verdienen in één keer ontzettend hoeveelheid geld. En die moeten van hot naar her vliegen en krijgen met allerlei dingen te maken. Met managers, met belastingbetalingen, met moeilijke dingen. En gaan kapot. En die jongens gaan kapot. En dat zie ik om me heen, zie ik dat echt heel erg veel gebeuren. Vragen in de zaal. Hiervoor. Een paar weken geleden was je zoon geboren. Nog gefeliciteerd overigens. Dankjewel. En je moest draaien op Tomorrowland. Ja. En die eerste plaat die je draaide, Intense, toen, ja, toen kon je aan dat de set voor je zoon is en zo. Wat ging er toen je heen? Wat ging er door je heen toen je daar stond? Nou, ik was natuurlijk verschrikkelijk emotioneel. 2 minuten voordat ik het podium op moest, zag ik mijn uitgever Raymond van Vliet. En ik ben niet iemand die snel huilt, maar toen moest ik wel eventjes, toen brak ik wel even. Omdat mijn vrouw is bevallen om 9 uur en om 11:30 stond ik op het podium in België in de stromende regen. Mocht je weg? Ja, ik mocht weg. Nou ja, mijn vrouw zei, is het belangrijk voor je? Dat zal ik natuurlijk mijn leven lang niet meer vergeten. Dat is de meest bizarre dag uit mijn leven geweest. Maar toen mijn zoon geboren was en toen alles goed was gegaan. Want ik ging er eigenlijk vanuit dat ik niet meer zou draaien. Toen wilde ik het eigenlijk van de daken schreeuwen. Ik denk dat elke vader dat heeft die net vader is geworden. Dan wil je, ja, dan ga je iedereen bellen. En dan, mam, weet je wel. Dan wil je je vrienden erbij hebben en... Ja, dat heb ik gedaan met mijn publiek. Mijn professionele leven zit ook zo in mijn persoonlijke leven. Vindt mijn vrouw trouwens niet altijd even leuk, maar ja, zo is het nou eenmaal. En ik wil het dus met mijn fans delen. Ik had ontzettend die behoefte om naar mijn fans toe te gaan om het te vertellen. En ik kwam echt koud uit de kamer waar Remy geboren is. En ik stond op het podium. En ja, ik denk als ik niet gegaan was, had ik spijt gehad. En nu ik wel gegaan ben, heb ik ook natuurlijk wel een beetje spijt. Omdat ik bijvoorbeeld er niet bij was toen ze eerste... voeding kreeg en dat soort dingen. Maar ik wilde het gewoon delen met de hele wereld. En er was geen mooier podium op dat moment dan Tomorrowland. Dus ja, het was een behoorlijk heftig moment. Ja, hiervoor. Ik ben zo'n fan die altijd vooraan staat en denkt van... wow, geweldig, ik ben er weer. Ik sta er weer tussen al die Armin fans. Maar vorig jaar kon dat niet. Ik ben vorig jaar hersteld van een burn-out. En dat heb ik mede gedaan door elke dag 1,5 uur een Armin CD op te zetten. Want Armin maakt ook hele rustige CD's. En oh, fantastisch. Dat heeft mij er weer bovenop geholpen. En ik heb vandaag het nieuws gehoord dat ik over 2 weken mag afstuderen. Dus ik heb mijn studie weer kunnen oppakken en ik heb alles weer kunnen doen. En ik heb altijd gezegd, als ik afstudeer, als ik dat ga doen, dan wil ik dat vieren in Vegas. En ik zie dat jij morgen naar Vegas gaat.